Als ik aan het werk ben met de grote telescoop, dan voel ik mij echt het meest verbonden met de sterren. Terwijl die zo ver bij ons vandaan staan. Je werkt dan echt in de nacht om zoveel mogelijk te kunnen doen. En voor mijn onderzoek is dat op La Palma, in Chili of Zuid-Afrika. En dat is voor mij sterrenkunde op zijn allermooiste. Maar voor de dagelijkse praktijk van mijn onderzoek, dan zit ik veelal achter een computer. Dat is een stuk minder romantisch, maar wel erg interessant. Ik kijk eigenlijk naar een lange lijn op de computer. En dat is hoe mijn observaties worden weergegeven. Dus geen mooie plaatjes. Maar die lijnen vertellen mij wel precies welke chemische elementen er allemaal in die ster en de omgeving zitten. En die informatie pluis ik uit om meer te leren over het ontstaan van zware sterren. En met zware sterren bedoel ik sterren die meer dan 8 keer zo groot zijn als onze zon. En van die sterren weten we niet hoe ze ontstaan. En dat wordt ons ook heel lastig gemaakt, omdat die sterren, daarvan zijn er maar heel weinig. En tegelijkertijd betekent in ons universum, hoe zwaarder, hoe sneller. Deze zware sterren leven een stuk korter dan de lichtere, zoals onze zon. Dat gaat over miljoenen versus miljarden jaren. Mijn doel is om jonge zware sterren te vinden en de eigenschappen van deze sterren te bepalen, om meer te leren over dat ontstaansproces wat daaraan vooraf ging. Het leven van die zware sterren gaat heel veel sneller en daardoor ook het ontstaan. Het is erg lastig om deze sterren tijdens het ontstaan te vinden. Bovendien ontstaan ze in enorme donkere wolken waar we lastig doorheen kunnen kijken. Wat heel gaaf is, is dat we ondertussen sterren hebben gevonden die net door zo'n wolk heen komen en die nog wel de eigenschappen van jonge sterren hebben. Wat we zien is dat deze sterren allemaal schijven om zich heen hebben en ik wil meer weten van die schijf. Wat gebeurt daar precies? Zijn die sterren zich nog aan het voeden met de schijf, wat materiaal van de schijf op de ster? Of ontstaan daar misschien planeten in die schijf zoals in ons zonnestelsel? Of kijken we toch naar een dubbelster? Daar probeer ik achter te komen met behulp van observaties met de grootste telescopen ter wereld. Goeie vraag. Op de korte termijn misschien niet zo heel veel, maar op de lange termijn is het wel heel belangrijk om te weten waar dat universum nou vandaan komt. En misschien nog wel belangrijker, voor ons op aarde, waar komen wij nou vandaan? En zware sterren bepalen echt de evolutie van ons universum, omdat ze zo ontzettend veel licht geven. En het sterrenstof waar wij uit bestaan en alles om ons heen, dat komt allemaal uiteindelijk van explosies van zware sterren. En deze filosofische kant van de sterrenkunde vind ik heel fascinerend. Het is allemaal zo ontzettend ver weg, maar tegelijkertijd zo fundamenteel. Het kan misschien ook wel een beetje beangstigend zijn, omdat in dat grote geheel van het universum en op die lange termijn zijn wij maar zo nietig. Bovendien zien we dat aan alle sterren uiteindelijk een einde komt. Dus ook aan onze zon. Maar gelukkig is onze zon nog maar een kleine ster en gaat die nog miljarden jaren vooruit.